En dan nu? Hallo kijkers. Er zijn plannen voor een oorlogsmuseum in Nijmegen. Wat ze daar laten zien is onduidelijk. Er is wel al 3 jaar geleden een zogenaamd witboek gemaakt, waarin vaag omschreven wordt wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren. Daarin staat ook op 1 bladzijde omschreven wat het zou gaan kosten. En over die kosten ga ik het eens even met u hebben. Want dat is me toch een partij natte vingerwerk. Er is 25 miljoen euro nodig voor de bouw. Hoe en waaraan dat uitgegeven wordt, is onduidelijk. Gewoon, hoppa, 25 miljoen euro. Daarnaast is er ook nog eens 5.347.000 euro nodig voor de aanpassingen van de 3 musea hier in de regio, Oosterbeek, Groesbeek en Overloon. Maar dan zijn we er nog niet. Het draaiend houden van het grote museum kost ook nog eens 2,2 miljoen per jaar. De andere 3 musea samen kosten 1.385.000 euro. De opbrengst daarentegen van de 3 oorlogsmusea in de regio is volgens deze cijfers ruim 1,5 miljoen euro. En de opbrengst van het grote museum is, heel merkwaardig, maar 1,4 miljoen per jaar. De 3 kleine musea hebben het goed voor elkaar, het grote draait nu al verlies. Volgens de begroting in dat presentatieboek komt er in het nieuwe museum ook nog op jaarbasis 226.000 euro aan projectsubsidies en sponsoring binnen. En verhuren ze ook af en toe de kantine voor een feestje. En dan willen ze ook nog eens een keer 275.000 euro per jaar subsidie van de gemeente. En dan zou de begroting sluitend kunnen zijn. Als ik wethouder was geweest, had ik die veteranen en die directeuren toch echt zo weer terug naar de schoolbank gestuurd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Het wordt tijd voor een rekenmachinemuseum in Nijmegen.